2020. Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij deze extra persconferentie die is ingelast vandaag op deze mooie dinsdagmiddag. We zijn vandaag live op kanaal 8.1, kanaal 8.3, Radio Boskoppel en Radio SRS. Vandaag hebben wij de directeur van Sociale Zaken, mevrouw Angela Salmo, in ons midden. En ze is er vandaag alleen om ons informatie te verschaffen als het gaat om het ministerie van Sociale Zaken. Nogmaals welkom en we geven het woord aan mevrouw Salmo. Dank u wel, MC, aanwezigen, kijkers en luisteraars. Zoals aangekondigd gisteren is de distributie van de voedselpakketten aan individuen, welke we hadden op diverse locaties en wel 14 locaties, stopgezet. Uit onze administratie is wel gebleken dat er nog enkele mensen zijn die zich hebben geregistreerd bij ons op een van de locaties, bijvoorbeeld op het hoofdkantoor en op andere plekken, die nog geen pakket hebben gehad. Dus dat wil zeggen, ik kon naar UNO, ik registreer, ik potineng, ik doe controle en ik zie dat een pakket ben ba. Dus massa nog kies een pakket, ete, dus maar dat we bel en we maken een afspraak naar jou, oteng, ik kan kotek die pakket. Dus nog broeien, omdat dadelijk moet ik oppissen over nieuw registratie, maar jou dat op je gegevens naar UNO, bepaalde voor UNO op een papieren voor sociale zaken, tijdelijk, if you kon naar UNO naar je ID-kaart, dat is zo, dat u kan checken naar UNO administratie, en baka dat die wil geven een pakket, zij u oprecht op. Dus, het ministerie voor sociale zaken, nero komoro naar de smasse doet de registratie via app naar SMS. A pistori dat u klarik ba. U de no in one tra fase. En a fase dat in een. Eerste, desma sa registreer ke ba na districtscommissaris. Nanga desma sa registreer na Hongrijpstraatie. Desma dat naaf go na de wijkkantoren moro fu go registreer den strevi. A informatie dat u abik ba. En u de momenteel bezig fu luku den lees. Is maar de sadapa lees, kies een pakket ba, een soort fasie via een organisatie of de maatschappij goteka pakket. Dus maar dat we puur uit de lees en de rest voor de sma ook kies een pakket. De sma sa elibi in de districti. Brokopondo nangasi paliwini, naaf go registreer ook toe. U ab alle de gegevens voor de sma sa elibi na de two district DC. Dus tori deso no dat u moest de pakket giden sma fu sipaliwini nanga brokopondo. Desma fu apetina kwamala semutu nanga tepu u gisti de pakket want u yere dat en u shi natuurlijk ook do dat de dorpu de onderwatra en desma aksi yepi en a yepi dat gwekba. Ook to usabi dat want u fu desma de in paramaribo en desma dat ook to actie unuk ba, give one pakket, omdat de up next na dat tracé. Dus de berekening de is, a moment dat desma ik weer baka naar de dorpu, usa giden pakket ook toe, zodat if de dappe, de naf wakti tap den pakket dat moro. No, want tien groep de, sa de ta abra, sa kan de inoki sa pakket ete, of ino registreer no one presi. En ide behoeftig, dat belangrijk die uno in een abeng, dus je kon actie voor jepi nanga apis dati. En van wat doet dat in ook? A procedure de als volgt. In een periode vanaf Tamara, telek trawiki dinsdag, dat na 24 juni, telek 30 juni, alle dee ik kan gaan naar een wijkkantoor, sa de in a birti fiu. En dat ik kan doen alle die van 8 uur morgens tot 12 uur bakadina. De wijkkantoren, u sa publicering ook tot op een website, a COVID website, dus ik kan luku if you no sabi pe je wijkkantoren de, pe je moest go registreer.
Biteg ik basunet a doelgroep na behoefte sma. Sma voor sociaal zwakke huishoudens. En natuurlijk, if you go naar de wijkkantoor nu, de sma dape sap den birti. De sma sap ook toe, suma na de sma sa ap wan beperking. Den senioren burgers, nanga sociaal zwakke huishoudens. Natuurlijk man san kampsa in de afgelopen periode disi, dat maakt dat een situatie kon veranderen. Dat schrijf wordt check of de informatie dat ik klopt. En als je kon registreren naar UNO vanaf Tamara, nog kon ik kies van pakket keba. De beguno, nog kon ik kies van pakket keba. Want nog zo, je maakt een rij kon langer. En wat je kies ook toe is dat je nog kies van tweede pakket of van tweede ronde. Dus we actie desma sa okona unu dat ino registreer noma presi ete. En na de presi de toelaatse presi sa ikan be registreer ete. En ino kiswan pakket ete na desma sa registreer na Hongrijpstraat. Noso fu waf den DC's. Want yo DC fu Kanenikeri of fu Koroni of Saramaka. Of para, noso como weina, noso mara weina. Alla de presi dati, differenti sma, yepiden disease, fuluku sumana de sma sa de behoefte fukiswan paket. Maar ade altijd boom, lek ministerie voor sociale zaken na volkshuisvesting, fu check if uno lip no wants ma baka. En daarom we do a registratie ete wan laatste lezi. En dit lees we doen naar de wijkkantoor. Omdat de meeste sma kies den pakket keba. Ja, dus een groep de boonching. Met eigenlijk ba, if je nog sape je wijkkantoor de, sami eigenlijk min of meer briebi, maar aboom. Omdat want to lees je over huis en account dat je laat schrijven van pe a wijkkantoor dat go. Dus op een website, we publiceer. Alla de wijkkantoren van Paramaribo, Wanica, Saramaka, Koroni, Nikeri, Para, Komowena, Nanga Marowena. A registratie ade persoonlijk. Dus you abif go na a wijkkantoro, nanga you ID karta. En if you ab wan gesin, dat ook toe wat gezinsuittreksel in moest checken. Ja, u poten in wat gezinsuittreksel, omdat u zie dat voerusma de adressa de geef op naar de differente presi, laatste de locatie per de mango tek de pakket, u zie dat a informatie ne klop na a CBB bestansa u abi. En egi unu lek ministerie moro roko. Dus u teka besluit dat je kona unun nanga yu ID karta, nanga a gezinsuittreksel en die familieboek. En if ino apwa gezin, da je kona mo nanga yu ID karta, nanga yu uittreksel. Dus u kan si direct, if you de fu wan bepaalde birti, wekaring fu wan week, dat ine go broeia, omdat if alasan ik ba, we give you ook to one prezi pay must go take a pakket. And if the sma fuma trouw week ontdekt van, hey, you did de tap miles na a yulees dat no kan. Dat voor one of the prezi wabi voeren, want we put all of the informatie in a CBB bestand. A kan natuurlijk dat i ap one sma, one biggie sma na i oso. Of one sma sa ap one beperken an oma waka. Of, u she dat one to sma do one biggie operatie. En dan de boom natuurlijk, voor me ook of een trassoort ziekte, dat aan de verstand voor me de smaak voor me ook. Die de smaak dat die, als je de huisgenoot, je dan aan smaak in ook, of je aan een buurman, buurvrouw, of je de sociaal bewogen, en je aan je hebt zo'n smaak, je mag tek de informatie voor de smaak. Een ID-kaart, alleks aan je tegenkwa, ID-kaart, wat gezinsuittreksel, nog zo'n uittreksel, wat familieboek en van familieboek de.
Dat is belangrijk. En gidesman dat die een speciale doelgroep disi, usa sorgo dat de pakket dis e doro de oso. Ja? If you register kaba, that you can forwacht one SMS voor uno. En je kies van SMS pas, if a verzoek sa je doe voor kies van pakket, no so to pakket, want usabi, one sma, telek five sma, ik kies one pakket, six sma, nanga moro in one oso, dat je kies two pakket. Ook me heb one lijn dape, en ushi dat, je hebt one, two huishoudens, dus ano furu huishoudens, sa ap moro lek 13, 14 sma. Anga desma dat we make one special deal for gide man one extra pakket. Yata om dat ap gesen dat bigi, ma furu gesen no bigi so. Dus yo kies van SMS, pe yu kan leesi, oteng anga pe, yu kan go tek yu pakket. A deisa yu go tek yu pakket, a enak sangsa yu mus tek go na yu ID karta, nanga wan tas, wat usabik ba de san hebi, nanga wan tas, dan yu kan chari san igwe. Dus ina volg no wan langa rei moro, yu go tek yu sang, yu kies wan yuru ook tu fu kon teken, en a groep dis ching, a groep dis ching gevaarlijk. Dus fosi denki ik ba. Omdat amoro bigi groep sa de abra, wo sorgu dat de pakket dat doro de oso. Dus met actie uno, wansani, de eerlijk if you no kies van pakket. No so wo kies den bigi rei baka, en usabi dat fu mek wan rei a de moeilijk. Dus, if you de ina doelgroep fu uno, je kona uno, tek ala yu papera mee, en eten wan sani, wan belangrijk sani. Niet omdat u hebt geregistreerd, komt u automatisch in aanmerking voor een pakket. Dat wan taki. Dat anode automatisch dat if you kon registreren na uno, dat je kies wan pakket. Omdat je go door wan screening en wil check if a informatie sa je gi uno, omdat wo stel u wan to vraag, dape, ja, me no go tegi soort vraag wo stel u. Dat dus anode automatisch dat je kies wan pakket. Want trapisi, dis mi bano nanga apisi fu a pakket. No me go over apisi fu a OV. Dat mo doe go in Nederlands. A OV is vandaag gestort over de maand juni. En we hebben de maand mei geëvalueerd. En degene die voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor de extra 525, hebben het ook al ondertussen ontvangen. Dit is maar de 60 plus, kiest die de AOV money. En de AOV money na a 525 sa usabikba. En, leg me best tak eerder, u doe een evaluatie voor Luku, if you can go in aanmerking die juni, die wat extra 525. En dat u doe een screening. Dus bepaalde sma, sa kiesi soso 525, anga trasma, oshi, 1050, tap de rekening. Is de amonikarta stort, mi wa aksis mag fugo lukugi unu, if we sheng tap yu rekening, omdat a stort kaba. En dat na ook to complete a hermoni fu amung juni. Desma sa muskis de AKB, u de bezig te no, fu giyu, AKB money over a jari 2019, anga a COVID steun voor 1000 SRD, die alle de huishouden over among mei. Over de tramu, misa tegi unu ete, maar over among mei u de bezig ete, en alle de pisi sa we do, alle de uitbetaling sa we do, we evalueer ook toe. Mi kies toe vraag voor a media. En de eerste vraag na, ik heb geregistreerd via e-mail een week geleden. Word ik daarna gebeld dat ik in aanmerking ben gekomen voor die steun? Of als je niet in aanmerking komt, word je gebeld?
heer of mevrouw die deze vraag heeft gesteld, indien uw verzoek is goedgekeurd geworden, dan wordt u gebeld. En de dag dat u wordt gebeld, wordt natuurlijk ook doorgegeven waar u uw geld mag ophalen met medeneming van uw ID-kaart. En nog een vraag. Indien u dus geregistreerd hebt via de e-mail als u een bericht ontvangt, ja, de instructie dat het ministerie van Arbeid heeft gegeven, is dat wanneer iemand een aanvraag doet, hij of zij wel een antwoord moet krijgen, zodat u ook verzekerd bent dat u dus dan dat uw verzoek is ontvangen en dat de mensen dus daarmee door zullen gaan. Ik zie nog een vraag naar binnen komen. Mevrouw Salmo had een keer gezegd dat we de gelegenheid hadden om onze bankrekeningnummer alsnog konden doorgeven. Maar als ze niet had aangegeven waar ze konden doen. Oké, ik begrijp dat het gaat om een vraag dat wordt gesteld voor een verzoek welke wordt gedaan aan de Gongrijpstraat. Wat ik u kan adviseren is als u hebt geregistreerd aan de Gongrijpstraat. En toen was er niet gevraagd geworden naar een bankrekeningnummer. Indien een bankrekeningnummer hebt, geef dat ook door. Zodat wanneer wij de digitale betaling zullen doen, de overmakingen zullen doen, dat wij in één keer ook dat voor u kunnen openmaken, kunnen overmaken. Omdat nu ook alle bankinstellingen geopend zijn. Dus het moment dat de gelden worden gestort op onze rekening, is het binnen de kortste keer op uw rekening. Indien Arbeid uw aanvraag heeft goedgekeurd. Ook hier geldt het, en dat heb ik al een paar keer aangegeven, u komt niet automatisch in aanmerking voor de 1500 SRD. Er gaat een screening vooraf waarbij het ministerie van Sociale Zaken helemaal niet betrokken is. Dus registratie, screening, terugmailen van ontvangst van een mail of niet, van een mail, of wanneer u gebeld moet worden of wordt u gebeld, dat u uw 1500 in ontvangst mag nemen, dat gaat niet via het ministerie van Sociale Zaken. Omdat ik ook wel heb gemerkt dat vandaag weer een heleboel mensen naar het ministerie zijn gekomen om die hulp te vragen, hoe het daarmee staat. En het is echt iets van het ministerie van Arbeid. En de mensen die zich alsnog willen registreren, gaat u op de COVID-website, checkt u naar de zaken die nodig zijn en dan mailt u het door. Alles is op de website, zodat u dan keurig alsnog uw verzoek kunt doen naar, naar die steun toe. Ik denk dat ik het heb gehad, MC. Ja, dat waren de vragen die binnen zijn gekomen via de app. En de vragen die u vooraf had gehad van de media. Daar hebben we het gehad voor dit moment. We hebben het ministerie van Sociale Zaken gehad vandaag bij deze extra persconferentie. Die is ingelast op dinsdag 23 juni 2020. We moeten voordat we afsluiten de familie van de 9e overledene heel veel sterkte toewensen. Als u de teller checkt op de website, dan merken we dat het nu op 9 zit. En aan de familie wensen we natuurlijk heel veel sterkte toe met dit verlies. Wij bedanken u voor dit moment en we nodigen u uit om morgen weer te kijken naar de reguliere persconferentie om 4 uur 's middags. Goedemiddag.